De Kempen. Een plaats van rust, ontspanning en natuur. En af en toe is een lentje koek. Dus te zeggen, redelijk wat tegenwoordig. En daar heb je vooral te denken om deze boy hier, de Sergei. Die man hier neemt mij, dat zijn moorten. Dat zijn mijn moorten. We gaan voor elkaar dat vuur. Je zult denken, man, wat is hier allemaal aan het gebeuren? Wel, ik zal u terugnemen, een paar maanden terug. Dan de ganse werkdag. Maar ja, werk, dat hebben we toch niet. Dus wat doe je dan zoal? Voor die stoeme cd, godverdomme. Kom jongen, kon de Pieter bellen. Yo maat, wat doe jij vandaag? Ja, ik weet niet, gewoon gelijk anders. Ja, is dat goed dat ik hier anders afkom, want hier thuis is echt geen klote te doen. Ja, is goed, maar ik heb wel niks niet meer in de frigo liggen. Kun jij niet regelen of zo? Ja, ik heb hier nog wel een bakje chips staan en als je wilt, pak dat mee. Ja, voilà, is goed. Breng dat maar mee. Goed jong, ik ga nog eerst even een sigaretje smoren en dan spring ik op mijn vlog en kom ik af. Wat denk je daarvan? Dat is een goed idee, jong. Goed, tot z'n beter. Thank you.
just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me. En jij al het zich op zoek naar werk? Dat zal wel zijn zeker. Jij wel of wat? Goh, niet, jongen. Die zat de zeven van de VDAB altijd, jongen. Volgens mij, ik kom in de crypto, jongen. En dat is eigenlijk helemaal nog niet zo'n slecht idee, jongen. Daar heb ik eigenlijk ook al over nagedacht. Nou, wat denkt er van als we anders de brekken is bellen? Ja, die ging solliciteren, zei hem tegen mij vandaag. Om wat duur moest hij gewoon solliciteren? Ja, die zal onderhand wel aan de beurt zijn, pijs ik, denk ik. Ik denk los dat ze zijn eigen over slapen, hè. Dat zal niet vet zijn, jongen. Je zult er niet vet afzitten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh. Meneer Mels, pak de stoel. Vandaar. Thank you.
Dus ik ben Brecht Mels. Even geduld, meneer Mels. Wat is dit, meneer Mels? Een steen, denk ik. Ja, het is niet zomaar een steen. Het is een rots. Een rots waar wij als bedrijf op kunnen bouwen. Een rots in de branding, als het ware. Zoals de naar naam vernoemde Petrus, apostel van Jezus Christus. Die rots is waar wij op zoek naar zijn. Dan heb ik één vraag voor u, meneer Mels. Bent u die rots? Ja, wel, ik heb al wel een beetje ervaring. Ik zal het nog eens vragen. Bent u de rots waar wij naar zoeken? Ja, ja. Dat is een steen. Bent u een rots? Ja! Allee, ik denk toch dat hij is wat goed. Zo moeilijk was dat niet. Maar we moeten mijn cv niet zien. Meneer Mels, ik geloof niet in cv's. Ik geloof in de ziel. Ik geloof in ambitie. En u, ik ruik uw ambitie tot hier. Het druipt overheen je maatpak. Dus ik heb de job. Van mij maar begin je volgende week. Maar dan heb ik nog één belangrijke vraag voor jou. Hebt u een auto ter beschikking? Een auto? Nee, dat heb ik hier hoor. Dat is totaal geen probleem, een auto. Fantastisch. Meneer Mels, welkom bij het team. Super, bedankt. Van de week, jongens. Amai, dat was goed, hè. Zoveel vrouwelijk schoon. Heb je die ingezien? Ja. Ja. Ja, inderdaad, schoon tijd, hè, jongen. Amai, jongens. Wij er zien, met dit de carré, jongen. Oh. Telefoon, jongen. Nee, die is daarna weer een breakje. Ja, wat is het, jongen? Vette pad. Waar zit die gillen? Ja, wat denk je nou? Gewoon thuis. De jakje die is er ook, jongen. Komt een keer gauw af, hè? Wel, ik heb alle nodig, man. Oeh, wat? Hola, jongen, die ligt gewoon af. Wat krijgt die nou? Dat is ook wel raar, hè? Ja, we zijn zo maar wachten voor meer is, hè? Zeg. Nou, hier is hij. De brekje. De brekje! Je hoort de man achterin. Boys, als ik wil, heb ik die job. Zeg, hola. Hola, hola, hola. 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 Ah, wel ja. Dan moet je vliegen horen, hé. En voor wat had je ons nou nodig eigenlijk? Ja, voor die job kan ik wel een auto nodig hebben, mannen. Ah, wel hé, Brekje, toevallig heb ik er thuis in staan. Hè. Serieus? Ja, maar jij gaat hier niet mogen lenen, hè, jong. Zeg, zeg, jij zo achterlijk, of doe jij gewoon zo zotter zot op met een kap of wat? Huh? Mooi strandpapiel, wat stel jij dan eigenlijk voor? Ik weet niet, een auto pikken. Een auto pikken? Hallo, dat is nog niet zo slecht plan, hè?
Dat is nog geen slecht plan. Ik heb er juist nog één tegengekomen onderweg. Dat is gewoon. Jongen, je bent nou ook niet te schattig, hè? Ik fiets ik elke dag voorbij die kar, hè. En die staat er elke dag. En die mannen, volgens mij zijn die nooit thuis. Jongen, gij is er toch wel echt helemaal kwaad, hè, jongen. Zijn die op je kop gevallen en blijven botsen of zo, een not op pikken, jongen. Ja, dus jij meent dat, of wat? Is dat serieus? Maar jij gelooft mij niet, hè? Nee, moet je misschien zien, de kar? Ja, kijk. Ik heb een schone foto van genomen. Ja, ja. Ik was benieuwd naar. Amai. Hoe, jongen? Dat is toch niet verkeerd, hè? Oh, yes. Ver een bakstje, hè? En waar stond hij dan eigenlijk, Ries? Ja, komt het. Als je er alleen bent om te zagen, mocht je ook thuis blijven. Zo. Ik moet me eigenlijk toegeven, ik heb nou eigenlijk ook wel een ander plan. Hè. Zoals aan een flat trekken of hè? Ja. Ah, nu toch ook helemaal niks, hè, jong. Zeg, breken, wat is het plan eigenlijk? Dat is toch makkelijk? Gewoon knieken door de ruit en we gieten hem. Aan mijn maat, jij bent echt geniaal, vriend. Hé, hey, palet ik op, heb jij een beter idee of hè? Ja, zo ongeveer 1000 anderen. Kijk, zoals? Ja, maatje, daar is nou een beetje te laat voor. Kom, zeg gewoon wat we moeten doen. Oké, boys, het plan gaat als volgt. Pieter, jij gaat hier ergens op de uitkijk staan. Ga smoor trainen of zo. Maar ik smoor niet eens. Broeder, dat is niet mijn probleem. Oké? Okay? Jakke, jij gaat zelfs met mij mee naar de kar. En wij zorgen dat die auto aan de praat geraakt. Ik slaag eruit in en jij doet de rest. Gaat dat lukken, maat? Ja, dat moet wel lukken. Dat heb ik al wel eens in een film gezien, ja. Hey, broeder. Oké, boys. Let's go, let's go, let's go. Amateurs. Shit, een probleem. Would you like a present? Wat? Oh shit, maat, kom. Wat een idioot. Kom, maat, kom. Hey, Suka, ask the keys next time. Ik ga nog zo'n goede idee op zijn brekje. Och, zwicht, jong. Kon ik toch niet weten dat die man thuis was? Mijn plan was waterdicht, ja, ja, man. Ja, allemaal goed, hè. Maar wat doen we er nou mee eigenlijk? Want... Misschien is wat meer dan mijn luster, hè? Wat denkt u daarvan? Nou wel, wat stel dan voor? Nee, wat hem wel lusteren, hè? Man. Ja, ja. Ah wel, ik heb een goed idee, jong. Ik heb dat eens op de YouTube gezien. We bestellen online gewoon zo'n bakje, de keyless entry. Jij houdt dat tegen de deur. Ik sta bij de auto, klik. Hop, die auto los en we zijn ermee weg. Wat denk je daarvan? Dat is een goed idee, joh. Jij ziet veel te veel films, jij. Maar is goed, fix jij dat bakje tegen morgen. Hetzelfde plaats, hetzelfde uur. Oh, hola, makker. Kijk nou eens even op mijn rug, jong. Zie jij het? Wat? Ik wou hem ook zien. Zie jij vleugels? Vleugels, nee. Voilà. Ja, denk dat ik dat zo allemaal maar heb kan fixen, of wat? Ja, zeg Matje, ik heb die notte tegen volgende week nodig, maat. Ik zal zien wat ik voor haar kan doen, hoor, maar het beloven, dat kan ik niet. Zeg, man, normaal, ik vind dat allemaal een goed idee, maar wat is mijn rol hier nou tussen? Want ja, ik zal een assisten, maat. Gewoon een beetje op de uitkijk staan, zien of er iemand aankomt. Maar wat is dan schilderen, dus? Dat is gemakkelijk. Ja. Maar oké, jongens,
Dan zie ik al wel van de avond of... Van de avond? Mij wel. Dat is goed. Oké, dat is goed. Ja. Oh, hé. Ciao, broers. Yo. Is weer mee, hè? What the fuck, gast? Hoe kom jij met een nummer? Hey, no time for your stupid games, my friend. I need you to do something for me. First of all, congrats for stealing my car. But if you think I am some kind of fool, you are gravely mistaken, my friend. Wat bleef? You will drive to this drop-off point I'm sending you right now. You have to deliver my special cargo, if you want to stay alive at least. You have 2 hours to do this. You will be rewarded. Wat blieft? Special cargo? Stay alive, rewarded? We zijn wel aan het lullen, man. Jaar, hè? Kunnen we nog wel kapot gaan spelen ook? Hey, jij gelooft je clochard toch niet, hè? Ja, maat. Heb jij een beter idee? Wie weet zeker een boom in zo'n toch? Eens denken, hè? Nee. Kom, Jan. We fixen dat zakje gauw af. Dat is niet waard van hier. En wie weet, misschien mogen we daarna wel die auto van die maffiabals houden, jong. Allee, is goed. Jij rijdt ze makker. Ah, wel ja, dat is goed. Kom. Wat moeten we hier nou doen? Oh ja, een godverlaten gat. Oh jongen, ik weet niet, jongen. Smet dat hier gewoon ergens in de gracht of zo. Ik weet ook niet, zijn maat. Dan zijn we er vanaf, hè. Ja, zal ik in die zakje dan wel zweren, hè, man? Want, ja, doe maar, jongen. Dus dat we er vanaf zijn, maat. Doe, maat. Ja, maar ja. Jij weet niet wat die man in het zaad zijn, zeker? Wat hem daar leggen? Ja. Hè? Ja, waar moet ik die anders leggen? Ik kan niet van tenminste. Oh, daar komt er een shit idee in mijn man, hè. Wat is dat, joh? Hé? Hey. Oh, oh, oh. Zit ik aan?
Boys, volgens mij moet je een keer al die zak hebben. Ik weet dat wel. Ja, jij mag het doen, ze jongen. Wat, ik ga daar niet in eens, hè. Wat stop je daar zelfs gewoon? Hey, hallo. Yo. Praat jij Nederlands? Ik kan dat niet in. Jij ik kan... hoor het al, ik moet kiezen van doen. Kom, ja, allee. Wie weet dit in een gun bij. Voilà. Wat een rare man. Ik vind dat zakje stinkt hier nog altijd. Oh, we zijn weg. Jezus. Blijven we nog goed? What the fuck was dat, maat? Oh, shit. Een rare keel. Yo. Hey, Suka. It's me. I suppose you finished the job, huh? I see you at the next location. I'm sending you right now. See you in 15 minutes. Finish the job. Yo. All right. Well done, my comrades. Die mensen zijn wel kameraden, zeg. Ja, ja. Krijgen wij zo niks? Een reward of zo? Reward? Reward? Je hebt aan de telefoon gezegd dat we een reward kregen. Reward? I'll give you a fucking reward. Now you work for me, Pony Maes. Vanaf dat moment veranderde ons leven. We sloten deal na deal. En dat geld, dat bleef binnenstromen. De Kempen, dat werd het nieuwe narcos-imperium van Europa. En voilà, we lozen tot daar middenin. Ons nieuw Kempen-streekproduct, verkocht als zoete broodjes. En in nog geen paar maanden tijd beschikten we over een monopolie in heel West-Europa. Zelfs de Colombianen voelden onze eten adem. Die probeerden nog altijd via de Antwerpse haven hun shit binnen te krijgen. Containers, bananendozen, je kent het wel. Maar de laatste tijd vielen die alsmaar meer door de maand. En dat terwijl we ons woonden in een fameus kookparadijs. En dat allemaal onder de neus van de flikken. Af en toe, deze is een goede gok. Dat moet ik ze geven. Maar meestal zaten ze er poen kniffen. Van onze aanpak hadden ze dus dadelijk nog geen kei scheten. En je moet begrijpen,
dat ik dat hier niet zomaar aan alle neus ga hangen. Een brikje weer al te laat. Dat zijn er van gewoon, hè? Amai. Amai zeg. Hoe had dat gedacht, jong? Waar zoveel geld? Ja, jongen. Wat helemaal proper is deze niet, hè? Wat bedoel je daar nou weer mee? Wat wilde ik doen? Er een paar vitamintjes bijdragen, er een stukje rond binnen? Allee, ik ga toch niet. Tja, jij het zegt. Zal wel zijn. Oh god. Ah, boys. Ja, zeg boys, als je wilt dat een kip een eier legt, dan moet je het kakel kunnen verdragen. Hè. Wat is dat nou weer voor een uitspraak, jongen? Heeft er iemand een vuurtje toevallig? Jawel. Zeg, heb je ook nog eens gehoord van een sollicitatie? Maat, die sollicitatie. Weet je wat ik hem tegen zegt? Dat een dikke gatlikker is, jong. En dat hij in het vervolg zijn eigen kak mag opkuisen. Kan ik dat niet blijven achterlopen, hè, maat? Allee, zie eens die niet staan. Dat is toch 10 keer beter? Jij hebt wat gezegd? En wel, dat hij zijn eigen kak in het vervolg mag opkuisen. Kan ik dat niet blijven doen voor die mannen? Jongens, we gaan niet voor het een of het ander, maar we moeten naar dat feestje van onze baas, hè. Dat is vandaag? Ja, 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 dat is vandaag. Ja, Brekken, dat is vandaag. Kom, jongen. Anders komen we te laat. Allee, kom. Dan zijn we de deur en dan gaan we kopjes laten zien. Zo, abos, het is party hier, kop nog deze goal. En I saw this girl with this big seeker, you know. So I was like, And then 15 minutes later, I talked to her. Next thing I know, I was fucking her from the back. I'm giving her back shots, this and that. She liked it though. And then suddenly, I hear knocking on the door. Her husband walked in. So I grabbed my gun and I started blasting. Pow, pow, pow. We have Grand Cigars, we have Booze. The hookers sadly are not coming. Next time I will get them. Alright, let's enjoy ourselves tonight, huh? Alright, let me introduce my three dearest comrades. With these motherfuckers, we turn this northern camper in a fucking narco state, alright? They help us secure the top market position in the camper. This time and who the fuck did you invite? Niemand. Ik zou niet weten wie. Ja, geen idee, maat. Niet. Hey. Hey.
is this guy? Sergey, dat is een van de eerste deal. Wat? Hij heeft uw cargo mee. Wat? Hé, dat is een goede kerel. Oh! Oh!